Word je ook bedreigd? Nou, ik ben wel eens opgebeld door rare mensen, dat is lang geleden. Ja, ik dacht ze gek waren. Wat deden ze dan? Ja, we weten u wel te vinden en zo. We weten waar u woont en uw vrouw en uw kinderen. Ja, dat heb die man die belde al zaterdagmiddag. Het leek me een wat oudere man, eerlijk gezegd. Ik heb het nooit serieus genomen. Het Verlossum, kunt u mij horen? Kijk, als je in Nederland verantwoordelijkheid draagt, afgezien van de VVD de laatste jaren, dat moet er wel bijgezegd worden, word je afgestraft. Ja. En de Partij van de Arbeid is niet eens zo verschrikkelijk afgestraft vanwege dit avontuur. Dat komt, de rest van het verhaal komt later. Omdat we natuurlijk na deze verkiezingen, dat zijn dus dan de verkiezingen van 2010, dat klopt, hè? Klopt precies, denk ik. Ja, dat zijn de verkiezingen waarbij natuurlijk Geert Wilders een gigantische triomf behaald. Ja, dat klopt. Ja. Want Geert had zichzelf natuurlijk verzelfstandigd van de VVD, want hij vond dat de VVD flink naar rechts moest. Ik denk ook dat hij teleurgesteld was dat ze niet veel voor me hadden gedaan in die kabinetten Balkenende 1 en 2. En dat zal ook een rol hebben gespeeld. En toen had hij ook zo'n actie op touw gezet van het moest rechtser. En toen kreeg hij ruzie met Josias van Aartsen. Nou, laten we even Wilders behandelen. Interessant geval natuurlijk. Want Wilders zat al voor 2000 in de Kamer. Ik geloof dat hij ook nu tot de drie langzittende Kamerleden behoort. Met Van der Staaij erbij volgens mij, ja. Ja, en Ariep zit er volgens mij ook al hartstikke lang in. Ja, precies, ja. Ja, klopt. Verrassend lang in ieder geval. En ja, eerst zat hij gewoon in de VVD-fractie. En heeft hij in feite voor al die dingen gestemd waar hij nu falikant tegen is. Dus wat dat betreft zie je wel of dit nou voortschrijdend inzicht is. Dat weet ik niet precies. Maar feit is wel dat hij eerst voor de euro heeft gestemd. En in feite gewoon akkoord ging met wat in de Nederlandse politiek de normale gang van zaken is. En toen natuurlijk zichzelf verzelfstandigd heeft. En ja, en kijk, hij moet fortuin hebben waargenomen. Hij was waarschijnlijk toch al wat rechtser in die VVD. En ja, hij zag het enorme succes van fortuin. Hij zei dat, hè, kijk, wat je bereiken kunt. Dat is die 15%. Met het politiseren van die immigratievraagstukken. Daar was Bolkestein natuurlijk mee begonnen. En nou goed, dat heeft hij tot een soort van basisprincipe verheven. En daarmee had hij natuurlijk in eerste instantie, goed, hij stapte uit de VVD. Dus dan is hij een tijdje de groep Wilders. Dat die kwestie zullen we nu verder laten rusten, hoe vreemd dat wel niet is. En toen bij die eerstvolgende verkiezingen ging hij naar 9 zetels. Dat was natuurlijk al een fijne klapper. Hè? Want ja, een fraai debuut. Want dat waren zijn eerste serieuze parlementaire verkiezingen. En dan bij deze verkiezingen naar 24 zetels. Hij was de grote overwinnaar van die verkiezingen. Zei het dat hij niet de grootste partij was, dan ook weer niet. En want dat was de VVD. En dat leidt dan natuurlijk tot een uiterst wonderlijke kabinetsconstructie. Namelijk kabinet Rutte 1. Het zogenaamde gedoogkabinetje. Want dus het kabinet werd gevormd door CDA en VVD. En het zou gedoogd worden door de PVV. En dat heeft er 2 jaar gezeten, het kabinet. Dat is naar mijn idee een van de meest beschamende dieptepunten van de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Waar ook allerlei wetten in de maak, waar volgens mij de ambtenaren al van zeiden, die wet wil maken, maar de kans dat het Europese Hof dat toestaat, die is 0,0. Dus het is, ik dacht ook dat toen Rutte 1 daarmee ophield en Rutte 2 aantrad, hè, dus dat is najaar 2012, dat ik geloof 14 wetsontwerpen die hadden moeten worden geproduceerd door Rutte 1, die zijn de prullenbak ingegaan. En Geert Leers was toen, oud-burgemeester van Maastricht, was toen minister. En die had natuurlijk, die zat op dat immigratiegebeuren. Die had natuurlijk heel veel last van Geert, die steeds met ideeën kwam. Ja, precies. En ik heb die Leers, gek genoeg, eens een keer gewoon in een gesprekje, ik weet niet waar, misschien in een studio of zo. Eén ding was totaal duidelijk, dat Leers had verschrikkelijke spijt van Rutte 1 en wat hij in Rutte 1 had moeten doen en zeggen, daar was hij niet gelukkig mee.
Want hij was als burgemeester in Maastricht een held, hè? Ja, zeker, zeker. Ja, je ziet, je moet als held enorm oppassen dat je minister... Als je een held bent, moet je vooral geen minister worden in Nederland. Ja, je zag dat ook bij Job Cohen, hè? Burger in Amsterdam was ja, hij... precies, de gevierde figuur. Maar ook weet je, die burgemeester natuurlijk van Rotterdam, die... Abu Taleb? Nee, nog lang daarvoor. Abu Taleb kijkt wel linkheid om minister te worden. Abu Taleb is staatssecretaris geweest. Dat is een nuttige opstap en van daaruit burgemeester van Rotterdam. Oh, Ivo Opstelten bedoel jij? Nee. Die is toch ook burgemeester geweest? Nee, veel langer geleden, die PvdA-man, die succesvolle burgemeester van Rotterdam. En toen is hij ontzettend onder druk gezet door de partij om ook tot het kabinet toe te treden. Ik denk dat het kabinet van 8-1 was, denk ik, maar dat weet ik niet zeker meer. Terwijl hij natuurlijk dacht, deze minister waarvan we de naam even niet weten... Dames en heren, u kunt briefkaarten insturen met de naam en dan weet u het beter dus dan ik, want u kunt het even opzoeken. Wij zoeken nu niet op tijdens het gesprek. Ik kan eigenlijk het opzoeken als je ook, misschien kunnen we daar gewoonte van maken dat we het op gaan zoeken. Ja, ik kan het even opzoeken, wat we hebben een telefoontje. Weten. Het is gewoon modern. Maar soms bij lezingen benoem ik iemand als opzoeker. Maar wat moet ik intikken dan? Nee, niks van, ik weet niet hoe die heet. Dus we laten dit rusten. Burgemeesters Rotterdam, dan moet ik een lijst vinden. Ja, dan moet je een lijstje vinden. Het was nog voor Peper. Hoe lang is dat geleden dan? Nou ja, dat komt dat ik zo oud ben. Dat is het probleem. Als je met mij ieder gesprek voert, dan verwijs ik voortdurend naar gebeurtenissen. Kijk, Bram Peper, daarna kwam Ivo Opstelten. Nee, voor Bram Peper. André van der Lauw. Dat was hem, André van der Lauw. Precies, een hele grote snor, was ook van Nieuw Links. Een geweldige held was het. En ja, gaat in het kabinet zitten. Het kabinet sneuvelt op korte termijn, daar hebben we het over gehad. En ja, dan ben je klaar. Je kunt niet weer teruglekken naar Rotterdam, want daar is ondertussen een nieuw iemand benoemd natuurlijk. Dus ja, dan is het afgelopen. En dan gaat je naar carrière een nachtkaars uit. Dus mag ik iedereen die op dit moment burgemeester is en held, mag ik die aanbevelen, blijf burgemeester. Het ministerschap is een hele onzekere zaak. Hè. U kunt bijvoorbeeld uitgenodigd worden, eervol, tot het kabinet Rutte 4. Zeg van zo, zeg, ik kan minister worden. Blijf zitten. Hè. Ik zou tegen Jan van Zanen in Den Haag, doe het niet. Blijf rustig zitten, dien je carrière uit en ben je een hele succesvolle burgemeester. En de kans dat je als minister na 2 jaar sneuvelt in Rutte 4, die is aanzienlijk. Misschien wil die jongen van Nijmegen dat wel doen, die Bruls. Ja, nou goed, die heeft in ieder geval het gewicht om maar min of meer doorheen te kunnen zeilen. Zou je kunnen, een beetje flauw, doorheen te kunnen hij zeilen. Is wel altijd als je hem op tv ziet, denk je toch wel, nou je kunt er een klein beetje afvallen. Die is toch wel heel dik. Ja, terwijl ik ben geneigd om te zeggen, waarom zou je eigenlijk afvallen? Hè? Er hangt in het Rijksmuseum hangt een schilderij. Jamie, nee, ik dat denk... Dat was jij van de week, hè? Wat? Dat was je van de week. Ja, daar was ik van Want de week. Want er was op Twitter even... iemand die schreef, ik heb net Maarten van Rossum in het Rijksmuseum gezien. Ja, ik moest iets doen en zodoende dacht ik, loop ook even door de zalen heen, zo is het. En daar hangt een geweldig portret van de zoon van de familie Bickers. Dat is de dikste geportretteerde figuur uit de 17e eeuw. En het interessante is, in die tijd was dat dik zijn helemaal niet zo belast als dat tegenwoordig is. Die dikkigheid, dat was een teken van welvaren. Ja, is in Afrika volgens mij nog steeds zo. Ja, dat zou best kunnen zijn. Of denk aan die bekende, die vrouwenbeeldjes uit het Neolithicum en zo. Ja. De Venus van Willendorf, dat is een bepaalde substantiële vrouw. Ja, meneer, kijkt u even om en verdomd, er zitten twee mensen in een auto, terwijl de motor niet loopt. Verdacht. Verdacht, die gaan inbreken vanavond. Ja, of een drugstransactie. Ja, dat kan natuurlijk ook nog zijn. Nou, nu zijn we wel alle kanten opgewaaid, want we waren natuurlijk bij Geert, onze Geert. Geert is natuurlijk ook een afvalliger van een partij. Geert was gewoon een VVD'er. Ik heb ook wel eens... Het is een harde werker. Hij kende zijn zaakjes. Ik denk dat dat deels nog steeds het geval is. En toen heeft hij natuurlijk... Hij is voor zichzelf begonnen. En in zekere zin is dat een gigantisch succes geworden. Want die partij heeft ooit 24 zetels gehad. Dat niveau heeft hij nooit meer gehaald. En sinds die tijd eigenlijk is het steeds zo dat in de peilingen vooraf aan de verkiezingen scoort Geert als een scheet. En iedereen denkt, oh rot, rot, rot. En dan worden ze toch nog de grootste. Hoe is het gods mogelijk? En dat gebeurt dan niet. Dat is eigenlijk het verhaal van de recente verkiezingsjaren.
Maar hij zat ooit eens op 24. Dus ja, iedereen had wel het gevoel, op een of andere manier moeten we die winst toch laten merken in. En zodoende zijn we aan het gedoogkabinetje gekomen, wat er maar 2 jaar gezeten heeft. Ja, met het CDA-congres, hè? Precies, we moeten nu even naar het CDA-congres. Want het CDA, Maxime Verhagen was toen de leider van die partij. En daar was natuurlijk allerlei bezwaar tegen het gedogen door de PVV. Naar mijn idee volkomen terecht. Dat had niet moeten gebeuren. Maar goed, volgens mij was er wel een soort paarse constructie mogelijk. Maar je ziet dat ook nu weer, dat VVD en CDA daar helemaal geen zin in hebben om in feite toch te veel linkse dingen te moeten doen. Het zijn in feite natuurlijk toch conservatieve partijen. Maar ja, ongelukkig gewijs, het CDA had toen nog een geweten. Ja, nu is er nog maar 1 persoon in het CDA, zoals je weet, die een geweten heeft. Dat is wel typisch door de ellende rond Peter R. de Vries. Is Omtzigt is, ik weet niet precies of die er nog is. Het zou me niet verbazen als die gewoon vertrokken was en in Denemarken was gaan wonen in de kop van Jutland. Of een B&B is begonnen. Dat zou ook kunnen. Dat schijnt tegenwoordig enorm in de mode te zijn. Wie zal het zeggen? Ja, dat was een geweten. Dus dat was een deel van die partij die zei, dat kunnen we gewoon niet maken. Dat is niet, dat is zo volkomen strijdig met onze beginselen. En met het feit dat we ons bijvoorbeeld uiteindelijk op het evangelie beroepen. Dat blijft natuurlijk altijd een hoogst pijnlijke zaak. Dat je als conservatieve partij op het evangelie. Maar goed, het evangelie is niet... Het is de vraag hoe je het duiden moet, dat blijft natuurlijk een feit. Die prediking die is meer dan 2000 jaar oud, dus ja, wat je daar precies van moet denken. Moet je daar allerlei moderne gedachten in pompen, ja of nee? Of moet je dat gewoon zien als een interessante historische tekst? En hoe dat kunnen we misschien ook eens, misschien kunnen we knevelen eens een keer uitnodigen. Ja. Maar er waren inderdaad heel duidelijk 2 stromingen bij het CDA. En daar hebben we dat fantastische congres gehad natuurlijk. Iedereen herinnert zich daar nog Eurlings, die daar ook de silhoueerde. Salueerde. Kom ik erop. Als een soldaat. Salueerde als een soldaat. Hij was een van de trouwe strijders die Maxime zouden steunen. En uiteindelijk weten we natuurlijk dat de VVD er relatief heel weinig last van heeft gehad van Rutte 1. En dat het CDA natuurlijk een ontzaglijke deuk heeft opgelopen. En zich in feite tot op de dag van vandaag niet hersteld heeft van de schade die toen is aangericht. Waarbij ik zeg, sorry dat ik dit zeggen moet, net goed. Eigen schuld, dikke bult. Als je je boodschap verraadt, dan word je door de kiezers in de steek gelaten. Die kiezers voelen zich daar helemaal niet happy bij. Maar die kunnen moeilijk iets anders. Als je een normale gewetensfunctie hebt, niet waar, dan moet je niet je laten gedogen door de PVV. Dus ja, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Het CDA is natuurlijk ondertussen een beetje een kreupel clubje geworden. Hè? Ik heb nu weer een congres in september. Ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. Eerlijk gezegd. Maar goed, laten we ook eens over het evangelie nadenken. Dat kan helemaal geen kwaad, naar mijn idee. Hoe ver zijn we nu? Overigens, Eurlings is nu weer directeur geworden ergens van een vliegveld, volgens mij. Dat was dit weekend in het nieuws. Ja, misschien van het vliegveld Eelde. Zijn volgens mij alleen zweefvliegtuigen. Daar kan die wel aan, denk ik. Nou, in het buitenland is die in het buitenland? Nou ja, goed, daar wordt nauwelijks gevlogen. Dus ja, wij zijn in Nederland zo gewend aan Schiphol, wat een soort van reuze vliegtuiggezwel is in een, als je het vliegveld van München stelt, geen bochel voor vergelijken met Schiphol. Dat is heel wonderlijk dat al die luchthavens in Duitsland, ook in vrij grote Duitse steden, nog niet in de schaduw van Schiphol kunnen staan. Afzien van Frankfurt dan, sorry. Ja. Frankfurt is natuurlijk wel overigens bar slecht georganiseerd vliegveld. Daar moest ik nog eens in de stromende regen het vliegtuig uit. En dan beneden in een busje stappen. En dan reed je heel eind over dat vliegveld. Maar kom tot je dan bij een ander vliegtuig. Waar je weer in de stromende regen naar boven moest met je bagage. Nou, hartelijk dank. Hè. Dat hebben die Duitsers toch. Nou, ik denk aan het vliegveld in Berlijn. Nu schijnt het eindelijk klaar te zijn. Maar ik was van dat Frankfurt. Mocht je ooit in de gelegenheid zijn op Frankfurt te vliegen. Let op wat je daar kan overkomen. Hè. Bovendien moest ik 2 keer door security heen. Ook zoiets. Nou, dan heb je het ook wel bar slecht georganiseerd als je 2 keer door security heen moet. Goed, dit tussen haakjes. Dat kabinet Rutte 1 heeft niet lang geleefd. Want Rutte wilde weer ongelooflijk bezuinigen.
We hebben toen ook natuurlijk, hoe heette die figuur gehad, die 200 miljoen uit de cultuur gesneden heeft. Oh, ja, ik heb altijd gehoopt dat... Henk Bleker? Nee, Henk Bleker stemt tegenwoordig Forum voor Democratie. Dat geeft eigenlijk al aan dat hij altijd een spoorbijster is geweest. Dat hij tijdelijk heeft hij blijkbaar nog meer normale indruk weten te maken. Maar nee, ja, het is wel een testimonium pauperatis. Dat je als hij, nou goed, hij was toen ook plaatsvervangend voorzitter van het CDA of zo. Dat je tenslotte eindigt bij dat Forum, dat is wel diep triest. Ja, dan moet je echt... Ik hoop dat die ponies er geen last van hebben. Ja, het is, ja, het is echt treurig. Ik kan niet anders zeggen. Nee, ik verlies steeds de draad van het verhaal. Die enerzijds. Minister die heeft gesneden in cultuur. Daar waren die... Ja. Hoe heette die nou? Die later een hele kort minister van Buitenlandse Zaken is geweest. En toen al heel snel moest aftreden. Omdat hij had verteld dat hij in een villa van Poetin was geweest. Ja, ik weet wie je bedoelt. Waar hij de meest verschrikkelijke dingen had gehoord. Die met die Friese naam. Hoe heet hij ook alweer? Ja, die toen de Rutte omhelzen toen hij weg moest. Ja, tot tranen toe gehoord, zeg. Ja. Ik weet niet hoe die heet. Maar je bent toch ook een huilenbal. Als je die soort van stomzinnigheden vertelt. Stel voor dat ik tegen jou vertel. Zeg, dat moet je eens horen. Een heel gek verhaal. Maar ik was nog eens in de Verenigde Staten. En ik kwam heel toevallig Obama op straat tegen. Ja, we liepen in een eentje op daar in Washington. Het was vallende schemer. Ik weet ook niks. Zag ook geen... En ja, wat hij me toch verteld heeft toen, ongelooflijk werk. Dan zou je toch ook denken, we gaan stoppen met die podcast. Dit is echt te gek voor woorden. Ik zal het even opzoeken. Ik zou het wel leuk vinden als je Trump zou tegenkomen. Dat je daarmee oploopt. Nou, dat is heel moeilijk om Trump tegen te komen. Die wordt natuurlijk nog steeds bewaakt. En ik denk vrij intensief bewaakt. En die verkeert daar in Zuid-Florida, in het Mar-a-Lago. Ja, dat wonderlijke buitenhuis van die multimiljonairsdochter. Betaalt hij dat zelf? Of doet... Ja, dat betaalt hij zelf. Okay. Kijk, hij is wel rijk. Hij is rijker dan wij. Maar hij is niet zo rijk als hij zelf zegt. Ik geloof dat hij zelf had beweerd dat zijn vermogen 10 miljard is of zo. En dat is helemaal niet waar. Ik dacht, ik weet niet waar de New York Times het precies op schatte. Maar hij mag blij zijn als hij 1 miljard heeft. Dat klinkt al vrij. Nu doe ik neerbuigend over het feit van iemand dat hij niet 10, maar bijna 1 miljard heeft. Dat is ook al erg veel geld natuurlijk. Wat zou ik moeten intikken om die naam te krijgen? Want nu willen we die naam natuurlijk weten van die... Staatssecretaris van Cultuur in Rutte 1. Even kijken, was die staatssecretaris of was die minister? Nee, hij was staatssecretaris in Rutte 1. Ja, het is wel verschrikkelijk dat ik die namen dan toch weer niet goed voldoende paraat heb. Ja, dus het kabinet sneuvelt. En waar sneuvelt het op? Op zichzelf een hoogst interessante zaak. Op de bezuinigingspolitiek. Want Geert ziet die bezuinigingen totaal niet zitten. En wonderlijk genoeg ben ik het in geen enkel opzicht ooit eens geweest met Geert Wilders. We zullen zo even het verhaal afmaken over Wilders. Maar eerst moeten we dit even bekijken. Ja. Ik zit nu natuurlijk ook wanhopig te zoeken naar die naam. Want die ligt ook op het puntje van je tong. Je weet dat je het weet. Maar het is zo'n... Ja, met die blonde haren, die kerel. Ik weet, hij heeft zo'n Friese naam. Ik kom er niet op. Als jij er al niet op kunt komen. Kijk, ik kan al zeggen, ik ben oud. Dus het geheugen begint me in de steek te laten. Maar dit is natuurlijk ook de worsteling van mensen bij de slimste mens. Die weten het ook wel, maar je kan er even niet op komen. Nee. Zeker niet door de spanning van het moment. Precies. En dan gaat dat toetertje af en zo. En dan denk je, oh jeetje, dat is waar ook. Het was. Ja. Het was. Enzovoort. En ja, we gaan even door met die bezuinigingen, die waren weer enorm. En Geert zei, ja, dat zie ik helemaal niet zitten. Nou, toen is er langdurig onderhandeld bij het Katshuis. En tenslotte is de zaak opgebroken waarover Rutte naar het schijnt enorm neidig was. En heeft geroepen, ik zweer dat ik nooit meer met je zal samenwerken en zo. Ja, Frans Wekers is het niet. Want ook gesneuveld overigens. Ja. Ja, noemen ze VVD die niet gesneuveld is in de afgelopen jaren. Piet Hein Donner, die zat daar ook nog in. Zie ik maar het kwam Piet Hein Donner, dat was het gerucht altijd. Die wou per se vicevoorzitter van de Raad van State worden. Dus hij moest wel een beetje met zijn neus op de zaken zitten om dat ook te kunnen realiseren. En dat zo'n kabinet niet ineens een ander iemand zou benoemen. Hè? Ja. Zoals met Knot. Hè? Waarbij dus niet de gekozen opvolger
het is geworden, maar heel iemand anders, namelijk Knot. Volgens mij is het Halbe Zijlstra die we zoeken. Ja, het was Halbe Zijlstra. Ja. Heel goed, ja. Halbe Zijlstra, ja. Die had dus verzonnen dat hij in de dacha van Poetin allerlei geheime dingen had gehoord. Het is van een verbijsterend soort van domheid. Maar goed, we laten het verder voor wat het is. Ja, ik denk dat Geert gelijk had dat die bezuinigingen, dat echt exceptioneel was en beter niet had kunnen gebeuren. Maar goed, Rutte die hing aan zijn bezuinigingen. En nogmaals, hij is nu volledig genezen. Maar Rutte neemt hem dat nog steeds kwalijk. Heeft het hem altijd kwalijk genomen. Hij vindt het deloyaal. Hij heeft het kabinet opgeblazen. He? Schijnt dat Rutte enorm loyaal is aan die mensen die in zijn kabinet hebben gezeten en daar zijn blijven zitten en niet de boel hebben opgeblazen. Nou, tot nu toe is dat steeds het geval geweest, want Rutte 2 heeft er zelfs 5 jaar gezeten vanwege de ongelooflijk lange formatie van Rutte 3. Ja, dat gebeurt nu weer waarschijnlijk. De formatie van Rutte 2 was zo snel gegaan dat ze dachten, dat moet je niet nog een keer doen. Maakt een hele slechte indruk dat je al na 12 weken eruit bent. Dat moet echt moeizaam gaan. We hebben concessies gedaan. Er zit een enorm show-element in. Dus ja, Geert is eruit gestapt tenslotte. En ja, het probleem van Geert is dat hij eigenlijk politiek verhoudingsgewijs zeer succesvol geweest is. Maar je weet, hij is een beweging waarvan maar één lid is. Dat enige lid is Geert. En je weet, al die nieuwe partijen maken voortdurend ruzie onder elkaar. Denk aan Forum, denk aan nu aan Bijeen. Ook hebben ook ineens ruzie gekregen over de nummer 2 op de lijst en zo. He, nog goed dat hij net niet in de Kamer is gekomen. Het zijn altijd ruziemakers. En dat komt omdat het is meestal een rommeltje. Het zijn allerlei mensen, 12 ambachten, 13 ongelukken, die wel eens in de media zijn geweest en die dan in zo'n partijtje bij elkaar klonteren als zieke bijen. He, zoiets dergelijks is het. En ja, dan krijg je altijd ruzie met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. En dat ze dan uit elkaar vallen. En, nou ja, dat het meestal zo is dat ze bij de volgende verkiezingen, dat het afgelopen 3 is. Zelfs in de dierenpartij hebben ze aanhoudend overal ruzie over gemaakt. Over wie, van over die voorzitter. En over dat je echt altijd denkt, jongen hoor. Toe. Ja, en nu zit Geert natuurlijk in een heel wonderlijk soort van positie. Want hij is nog steeds de op 1 na grootste partij, nu niet. Hij is nu de op 2 na grootste partij. De VVD is natuurlijk nummer 1. En door een wonder is vooral door mijn stem, is D66 nummer 2 geworden. Niet dat ik, dames en heren, luister even goed, niet dat ik er trots op ben. Ik heb uit wanhoop op D66 gestemd. Omdat in mijn ongelukkige visie het de enige partij is in het ongetwijfeld terugkerende kabinet Rutte 3. Want daar ziet het toch langzamerhand wel naar uit. Niet waar, dat zal misschien wat personele verandering ondergaan. Dat sluit ik niet uit. Maar ik denk toch dat het de huidige samenstelling wordt. Want die heeft per slotverrekening een meerderheid. Die heeft gewonnen al met al bij de verkiezingen. Dus ja, het wordt gewoon Rutte 3 zal, Rutte 4 zal Rutte 3 worden naar mijn gevoel. Maar hoe kwam ik nou bij dit punt uit? Nou, je had het over Geert Wilders, die nu in een wonderlijke positie zit, omdat hij natuurlijk nadat dat kabinet uit elkaar viel, ja, dus een beweging, vertelde je. Ja, Geert Wilders is de gevangene van zichzelf geworden. Want hij is dus de op 2 na grootste partij, ja, zo kwam ik erop. Hij is de op 2 na grootste partij, dat lijkt allemaal verschrikkelijk indrukwekkend. En tegelijkertijd is hij een van de meest machteloze figuren in de Nederlandse politiek, want daar zit hij. Hij trekt altijd een boos gezicht. Hè? Je weet dat hij helemaal vooraan zit omdat hij bang was dat er anders iemand een bom op zijn hoofd zou laten vallen vanaf de publieke tribune. Is dat zo? Ja, dat is het. Ja, dat is levensgevaarlijk. Daarom heeft hij nu een plaatsje vooraan gekregen. Waar hij altijd boos zit te kijken, want dat is natuurlijk zijn rol. Hij is altijd boos. Al zijn interventies zijn boos. Hij heeft altijd een motie van wantrouwen klaar liggen. In feite zou hij het liefst een motie van wantrouwen tegen heel Nederland, of althans heel politiek Nederland, indienen. En tegelijkertijd, ja, daar zit hij. En macht heeft hij natuurlijk niet. Het enige soort van invloed die hij heeft is de angst van VVD en deze en CDA dat ze aan de rechterkant zullen afkalven in de richting van mensen die niks van migranten moeten hebben. Maar voor de rest, ja, zit hij daar te zitten. Ja, tot wanneer? Tot de eeuwigheid.
Iedereen weet dat die op een zijspoor staat. Je kunt je een groot druk station voorstellen waar voortdurend treinen aankomen en treinen vertrekken. En dan heb je vaak spoor 19 of zo. Of spoor 21. Je hebt zo'n Zwolle zo'n spoor. Daar gaat namelijk de trein naar Emmen weg. En dat kun je niet vinden. Dat is, ik weet niet, spoor 27 of zo. Het is verdekt opgesteld, als het ware. Omdat er toch nooit iemand naar Emmen wil. Hè? Hebben ze het eigenlijk onvindbaar opgesteld eigenlijk. Nou ja, daar zit Geert nu in een trein. Waarvan hij de machinist is, maar de dodemansknop functioneert niet. Dus hij staat stil. En hij staat voorgoed stil. En hij is natuurlijk tegelijkertijd in allerlei opzichten licht geradicaliseerd in zijn opvattingen. Dus hij woont in die wonderlijke paranoia van Eurabië en allerlei andere, de islamisering van Nederland en al die onbeschrijfelijke flauwekul die we op dat punt natuurlijk hebben gehoord in de afgelopen 20, 25 jaar. Wat allemaal nergens op slaat. Hè. Ik moet over wel even steeds rekening houden met het vertrek van Engeland uit de EU. Maar goed, in de EU is 4% islamiet. En ja, hoe je er dan toe kunt komen dat ook dat Eurabië spoedig zal ontstaan, dat is dan een hele wonderlijke tournure. Waar niemand die eigenlijk iets van begrijpt. En nogmaals, dat is een vorm van paranoia, hè, die ons bevangen heeft. Hè, je hoeft als je in Nederland een moskee wil bouwen, nou, dan ben je wel even bezig. Hè, want daar zullen de christelijke partijen zich tegen verzetten. En het is niet de goede plek. En er mogen geen minaretten bij. Maar je kunt het eindeloos traineren natuurlijk. Tot de rechter zegt van we hebben een artikel van waar godsdienstvrijheid staat in onze grondwet. Dus we zullen dat ook moeten effectueren. Dus ja, ik zie hem daar zitten en hij is natuurlijk niet stom. Dus hij moet zelf zich ook wel realiseren. Wat moet hij? Hij kan niks anders. Nee, precies. Hij kan geen kant op. Hè? Ook als hij hier weg heeft natuurlijk een substantieel inkomen. Als Kamerlid, met al die emolumenten die erbij horen. Maar tegelijkertijd is het wel een enorm steriele positie. Hè? En dat zijn natuurlijk partijen die eigenlijk met zekerheid uit zijn gesloten van regeringsverantwoordelijkheid. En daar kun je natuurlijk de rest de schuld van geven, maar dat is een beetje flauwekul. Hè? Dat hebben ze voor een belangrijk deel zelf geëffectueerd door het beleid wat ze voorstaan. Ja. En een groot deel van het beleid wat Geert voorstaat is strijdig met onze grondwet. Ik had je die 14, denk aan die 14 wetsontwerpen waar Rutte 1 mee bezig was. Ik vind nog steeds Rutte 1 een dieptepunt. Ook dat valt ook Rutte te verwijten. Er waren andere oplossingen voor handen. Dat wilden ze niet. Weet je nog dat hij zei van daar, dit is een kabinet waarbij rechts Nederland zijn vingers kan aflikken. Ja. Nou fijn, dat hebben we gemerkt. Daar is ook voor godzijdank vertrekkelijk weinig van terechtgekomen. Maar ik vind het getuigt toch van een soort principeloosheid waar je toch wel een beetje de koude rillingen van krijgt eigenlijk. Maar Geert blijft tot zijn pensioen zitten en heeft ook gezegd daarna ja, wil je een boek schrijven. Gaat hij naar het buitenland, gaat hij een boek schrijven. Oh, nou ik zou zeggen, Geert, ga nou maar vast met dat boek beginnen. Dan heb je nog min of meer iets nuttigs over onderhanden. Dat moet kunnen. Ik weet niet hoe oud Geert nu is, maar die zal dik in de 50 zijn. Ja. We gaan. Dit, dames en heren, deze podcast heeft een nieuwe draai gevonden. Waarbij wij namelijk alle dingen waar we toevallig even niet op kunnen komen, die gaan we opzoeken op de telefoon. Maar ja, goed, het wordt een opzoekpodcast. Maar de leeftijd van Wilders is ook niet heel dat je denkt van. Dat vind ik trouwens op jouw Wikipedia, moeten ze eigenlijk er wel ook nog bij zetten, dan naast presentator, historicus en voormalig hoogleraar, klimaatdeskundige. Zou daar niet meer staan? Nee, dat moet dus nemen, want ik claim helemaal niet dat ik klimaatdeskundige ben, absoluut niet. Hij is 57. En hij is kijk. 1,95 lang, dat is best wel groot. Nou, we weten dat hij uit Venlo komt, want volgens mij toen ze daar zo groot werden, was de stadsdichter boos. Bij mij weten is de PVV nog steeds de grootste partij in Limburg. Maar je weet hoe de Limburgse politiek ervoor staat. Nou, voor het Forum weet ik ook niet hoe die dit doen. En Christina Wilders is zijn huwelijkspartner. Aha. Nou ja, hoe het ook zij, hij nadert natuurlijk. En nou goed, dat is 57. Nou, nog 10 jaar moet hij. Heeft hij nog 10 jaar te gaan voordat hij echt met pensioen kan. Dat is toch lang? Nou ja, dat is toch een steriele boel. Je ziet dus dat als je jezelf programmatisch op een zijspoor zet. En in feite met een programma komt wat onuitvoerbaar is. Of waarvan je zeker weet dat de hele rest van het partijlandschap daar nimmer mee akkoord zal gaan.
Ja, dan moet je toch afvragen hoe zinvol dat precies is. Want dan blijf je toch hangen in het model van de protestpartij. En een protestpartij kan een tijdelijk soort van parlementair nut hebben. Maar als je er niet toe komt, we hebben het er al eerder over gehad, om als partij een samenhangend en behoorlijk programma op te stellen, wat rekening houdt met bestaande instituties in een op zichzelf toch vrij conservatief land als Nederland. Ja, dan zet je jezelf dus terzijde. Ja. Je parkeert in feite en je laat het motorblok verwijderen en daar zit je. Hè? Mm. Af en toe draai je nog een beetje aan het stuur. Vinden kinderen ook leuk als ze in de auto zitten. Een beetje aan het stuur draaien. En dat is het. Dus als ik Geert zou willen adviseren, Geert, stop ermee. Ten eerste zullen we dan zien of het een puur alleen een persoon, door een persoon gedreven partij is. Dat is mijn vermoeden. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hè? Waar dan die stemmen heen gaan, dat zou je eens even moeten afwachten. Ik moet zeggen, ik begrijp ook de kiezers van deze partijen niet erg. Want het is natuurlijk fijn dat je één keer je middelvinger hebt opgestoken naar het bestel. Hè? Dit goed, dat werk. Maar dat is eindig. Ten slotte moet het je er toch om gaan dat het land een democratisch bestuurd land, want daar wonen wij in. Niet dat er niet van alles misgaat, wat eigenlijk niet zo democratisch is. Maar goed, in principe is het een democratisch bestuurd land. Daar wil je dan, neem ik aan, als je protesteert tegen de bestaande gang van zaken, zou je graag zien dat dat verandert. Dan moet je niet stemmen op partijen waarvan je zeker weet dat ze niet bij het veranderingsproces betrokken zijn. Dat is gewoon stom. Anders kan ik het niet zeggen. Nee. Dus kennelijk komen er ook tal van mensen op die, ja, die eigenlijk alleen maar één ding doen in het stemhokje, namelijk weer hun middelvinger opsteken. Ja. Het is nu wel zo natuurlijk dat Wilders een paar keer natuurlijk virtueel de grootste was. En dat kwam ook bijvoorbeeld door, nou, de aanslag op Van Gogh hebben we gehad, Charlie Hebdo. Dat waren wel momenten dat mensen, nou ja, angstig werden en dachten, zie je wel, die Geert heeft gelijk met zijn kritiek op de islam. We moeten hier iets aan doen. Ja, God, voor een belangrijk gedeelte is de islam natuurlijk niet alleen maar een moordzuchtige partij. Dat is een beetje een misvatting. Alle religies hebben wel fases gehad van intense moordzucht en totale overtuiging. Op zichzelf is het is natuurlijk de laten we zeggen, de moordzucht wordt vaak gelegitimeerd door religieuze overwegingen. Wat een beetje wat eigenaardig is, maar goed, dat is inderdaad zo. Maar je moet natuurlijk ook tegelijkertijd moet je de zaken niet overtrekken. Want in Nederland hebben we natuurlijk alleen Theo van Gogh gehad die daar het slachtoffer van geworden is van dit soort van overwegingen. Voor de rest niet. Bovendien, ja, wat win je precies met het idee van Geert Wilders minder? Daar win je niks mee. Het is een gebaar, het is een loze kreet. Want het zijn allemaal doodgewone Nederlandse staatsburgers. Ja, uiteindelijk met een migratieachtergrond, maar het zijn Nederlandse staatsburgers. Ja. Dus het hele minder gedoe, ja, dat is niet veel meer dan stomzinnig, retorische stomzinnigheid. Je weet dat je gesteund zult worden. Ik zou zeggen, doe wat meer aan de integratie, zoveel mogelijk en niet in principe. Maar hij weet precies wat hij moet doen om inderdaad weer in het nieuws te komen en dus die achterban te mobiliseren. Zeker. Hij is iemand die de media graag fijn bespeelt. En we hebben natuurlijk in dat opzicht ook de wonderlijkste dingen beleefd met Geert. Al blijft mijn conclusie, het is steriel. Geert is een steriele politicus. Het is een prominente politicus. Niet waar? Hij is altijd heel druk, ook bij het Kamerdebat, waar hij zijn woordje goed weet te doen. Ook een beetje steriel, want je weet precies wat hij gaat zeggen van tevoren. Ik zou die verhaaltjes ook moeiteloos kunnen schrijven. Zo'n kunst is dat nou ook weer niet. Maar wat is precies de zin daarvan? Als je daar, kijk, dat je daar als aanloop terechtkomt met een zo geheven middelvinger of met de waarschuwing. Oh, het is de islam, dat is verschrikkelijk. Maar op een goed moment is daar een doodpunt bereikt en dan moet je verder. En dat doet hij niet, hij staat gewoon stil. Dus ik zie totaal het nut niet van in. We hebben dat veel breder besproken in de zin dat het populisme in Nederland natuurlijk nu ruim 20 jaar een enorme hoeveelheid lawaai gemaakt heeft op vrijwel alle denkbare terreinen. Zonder dat er eigenlijk veel gerealiseerd is. Er is eigenlijk niks gerealiseerd. En dat hangt nogmaals samen met het feit dat ze niet kunnen komen tot een samenhangend verantwoord verkiezingsprogramma.
Ja, ik denk altijd maar aan het A4'tje van Geert. Hè? Ja. Ook het A4'tje is uiteindelijk de opgeheven middelvinger. En dat, ja, daar heb je niks aan in de politiek. 0,0. Ja, maar ik denk dat hij nog wel eventjes blijft zitten. Totdat hij klaar is. Oh nee, ja, want hij kan geen kant op. Nee. En dan zit hij natuurlijk met dat bewakingsprobleem. Wat diep treurig is. Dat die kenning nog steeds bedreigd wordt. Dat het sowieso, dat gekke bedreigen in Nederland. Ja, daar hoorde je toch vroeger nooit wat van. Want er voortdurend iedereen wordt bedreigd. Hè? Word je ook bedreigd? Nou, ik ben wel eens opgebeld door met rare mensen. Dat is lang geleden. Ja, ik dacht ze gek waren. Wat deden ze dan? Ja, we weten u wel te vinden en zo. We weten waar u woont en uw vrouw en uw kinderen. Ja, dat heb die man die belde al zaterdagmiddag. Het leek me een wat oudere man, eerlijk gezegd. Ik heb het nooit serieus genomen. Nee, dat, god, dit speelt, weet ik veel, toen bij mijn tv-debuut eigenlijk. Hè? Ja, want dan heb je al heel veel meer. Ja, ik moet altijd denken aan die mevrouw die op Twitter dus afficheert dat zij enorm voor de vrije meningsuiting is. En dan vervolgens daar in haar Twitter doet ze dat Verossum zo snel mogelijk op moet donderen van de televisie, denk ik altijd. Wat is precies het denkvermogen van deze mensen? Hè? Ja. Ja, hoe groot zouden hun hersenen zijn ongeveer? Ter grootte van een dopert of zoiets in die... Of kijk, ze hebben waarschijnlijk ook normale hersenen in hun hersenpan. Waarvan ze maar een zeer klein gedeelte gebruiken. Namelijk een dopert groot gedeelte. Zoiets moet het... Ja, anders kan ik ook niet... Kan ik niet... Hoe mensen zo dom kunnen zijn, dat heb ik altijd moeite mee om dat te kunnen begrijpen. En daar zie je aan dat dit bij mij ook wel een zekere domheid is. Ik kan me heel slecht verplaatsen in mensen die idiote dingen doen en zeggen dat je denkt, ja, wat moeten we daar nou mee? Ja, hè? Ja, ja. Dus ja, nee, ik zie Geert als een, ik vind Geert een tragische figuur. Het is namelijk iemand die wel wat kan. Dat had hij in die VVD in feite ook bewezen. Die zich natuurlijk heeft laten betoveren door het succes van Pim Fortuyn. En die nooit verder gekomen is dan dat. En bij ook in die paranoia over die islam is blijven hangen. Europa wordt helemaal niet bedreigd door de islam. Dat is een volstrekte misvatting. Ja. Europa wordt door van allerlei dingen bedreigd, maar niet door de islam. Nee. Wilders is dat. Dat was Wilders, ja. En dan hebben wij nog Rutte over natuurlijk. Nou ja, we zitten nu aan... We zijn bezig met heel veel moeite Rutte 4 tot stand te brengen. De brede verwachting bij deskundigen is dat Rutte 4 het niet lang zal maken op een of andere manier. Het komt nu ook al heel erg moeizaam tot stand. Ja, Kaag en Rutte moeten op dit moment bezig zijn met zo'n beginselenpaper te schrijven, waar mensen zich dan bij kunnen aansluiten. Moest het niet half augustus klaar zijn of zo? Ja, denk ik wel, ja. En Hamer is er ook nog steeds mee. Ze schrijven ongeveer in hetzelfde trage tempo als ik op dit moment aanhoud. Dus ja, ik vind het raar dat ze het zo lang laten slepen. Mijn indruk is dat het gewoon expres is. En dat Rutte al lang op koers en trouwens samen met onze Wopke. Dat het huidige kabinet gewoon blijft zitten. Ze moeten natuurlijk, hoe heet het, ChristenUnie nog even over de streep trekken. Omdat die natuurlijk ook dus de motie van wantrouwen hebben gesteund. Maar dat blijkt achteraf toch ook een beetje meer de vlam in de pan te zijn geweest dan dat het al te serieus was. Ja. Ze hebben zich die avond wel erg weer laten meeslepen door de emoties van het moment. Niet verstandig natuurlijk. Een Kamer zou in principe beter moeten weten. Dus dat denk ik eerlijk gezegd misschien met wat personele wisselingen. En Omtzigt is ook opgelost? Is die, ja, nou ja, ik weet niet... Functie elders, je vraagt je af. Ja, maar het is niet meer dat probleem dat hij dan in de Kamer veel lawaai zou kunnen maken. Nee, mijn theorie is dat, daar hebben we het al eerder over gehad, dat Omtzigt niet terugkomt. Omtzigt, denk ik, gaat heel iets anders doen. Dat zou hij ook heel verstandig aan doen. Het is toch, mijn indruk is toch, dat een kwetsbare figuur is. Dit heeft bij hem, deze hele enorme affaire, heeft bij hem natuurlijk een hoop psychische schade veroorzaakt. Ja. Hij zit niet voor niks al die tijd thuis. Dat doe je ook niet voor je lol, naar mijn idee. Dat moet toch kennelijk heel, heel moeizaam verwerkt worden. Dus mijn advies zou ook zijn, ga wat anders doen. Functie elders. Ja, ja. Dat, zo is het een beetje, zo is de bal een beetje gerold als het ware. Ja. Maar een verlenging van het nu zittende kabinet is wel een hele fantasieloze zaak. En ik had toch wat dolgraag gezien dat er ook programmatisch wat
wat meer vernieuwing zou komen dan ik er nu aan zie komen. Want ik weet niet precies natuurlijk wat Kaag en Rutte samen gaan produceren. Het zijn ook nauwelijks figuren die elkaar goed liggen, is mijn indruk. Hè. Je hebt niet de indruk dat daar veel chemie is tussen Kaag en Rutte. Dus ik heb geen flauw idee, maar ik zou ontzettend graag zien dat de ongelukken die met name Rutte 2 veroorzaakt heeft, dat die deels gecorrigeerd zouden worden. Sociale werkplaatsen, dat hele WMO-gedoe, de jeugdzorg, dat zijn toch allemaal dossiers om met de Belgen te spreken waar echt iets aan gebeuren moet, waar we echt zorgen moeten. Het pensioenakkoord moet nog ingevuld worden, hè. Dat hebben we uitgesteld, dat hebben we een jaar opgeschoven. De woningmarkt? Ja, dat is natuurlijk een mega probleem wat gestapeld is. Omdat er gewoon in de afgelopen 10, 15 jaar veel te weinig gebouwd is. Hè. Die bouwboel is ingestort toen met de kredietcrisis. En het gevolg is dat er veel te weinig gebouwd is. Dat is een gigantisch probleem in Nederland. Omdat we nog steeds een licht groeiende bevolking hebben. En dat zou gewoon aan moeten. Ja, maak een noodplan. Maar heb je de indruk dat daar iets... Nee. Nee, ik zeg, passeer een aantal van die milieueffectreportages, want anders komt er nooit wat van. En als je natuurlijk als op elk weiland wat ze gaan bebouwen een milieueffectrapportage moet worden gemaakt, dan weet je zeker dat we misschien kunnen ze tentenkampen vormen. Dat is op allerlei plekken in de wereld. Schijnt dat een hele goede oplossing. Die tentenkampen staan er vaak verrekte lang. Al die vluchtelingenkampen hebben ze een beetje het eeuwige leven. He? Nou, misschien is dat ook wel iets om. Ik weet niet, was er niet een tijd dat we hier in de Johanna Polder die studenten in een bungalowtenten moesten? Ja, dat is ook zoiets, studentenhuisvesting. Daar worden ook al een half eeuw worden er gouden bergen beloofd zonder dat het daadwerkelijk ook tot iets komt. He, want in Nederland hebben de politici natuurlijk, die komen voor de televisie en dan hebben ze ook dat zo'n stalen blik in de ogen. Keihard aanpakken. Enorm. Gelooft u mij, we gaan er keihard tegenaan. Het doordecemt ons helemaal. En tenslotte blijkt er dus niets gebeurd te zijn. Rolt de bal, het steentje rolt door de beek. En er gebeurt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Dus ik zou het erg jammer vinden. Ik zou het fijn vinden als er een beetje serieus kabinet aantrad. Maar ik heb er geen grote, niet veel fiducie in. Ik ben bang dat het erg Nederlands wordt. Ja. Nou ja, het was ook weer kicking the can, dat je het blikje steeds vooruit schuift, vooruit schopt, naarmate je door de straat loopt, dat idee. Dat gebeurt er nu een beetje, ja. Ja, ik zou het graag zien. Nou, we hebben eerder toch hier al Rutte opgeroepen om nou eens iets moois te maken, fantasievol kabinet samen te stellen. Ja, je hebt hem ook opgeroepen om samen met Hoekstra een huisje ergens te gaan zitten en weg te gaan. Ik wil best nog een keer zeggen, ik heb Rutte beleefd opgeroepen, 10 jaar, joh, hartstikke mooi. Je hebt het helemaal niet slecht gedaan voor de Nederlandse verhoudingen enzovoort. Maar je had er gewoon mee moeten stoppen. Dit is een beetje flauwekul eigenlijk. Ja. Er is geen, dat is natuurlijk het probleem. Er is geen opvolging in de VVD. Als Rutte weg zou gaan, dan moeten we eens even afwachten of die hele VVD niet instort. Zoals al die andere grote partijen ingestort zijn. Ik vind het politieke toneel oogt niet opgewekt. Overigens zegt dat niets. Hè? Want voorspellingen daar, dat is een beetje net als met die klimaatlui. Rutte is het niet meer normaal. Ja. Hij blijft zo lang hangen, niet waar, dat alle beken buiten hun oevers treden. Dat is wel een beetje... Dat is wel een mooie vergelijking. Dat is wel een beetje typisch, ja. Dus ik had graag gezien dat die... En nogmaals, Wop, heb ik ook al eerder gezegd, is volledig ongeschikt voor de politiek. Dus die kan veel beter teruggaan naar zo'n consultancybureau. Je wordt dik betaald voor volgens mij vooral een slap gelul. Maar goed, dat lijkt me beter dan... Is dat niet zo, ja? Ik weet dat nooit. Volgens mij wel, ja. Dat zijn die consultancybureaus. Hij is van, niet van EY, maar van, nou ja, zo'n ander groep. Nou, in het onderwijs moet echt, daar moeten ze echt serieus gaan proberen om het verval wat daar plaatsvindt, om dat tot stilstand te brengen en de situatie eventueel aanzienlijk te verbeteren. Daar moet ook een serieuze discussie over gevoerd worden, welke kant dat op moet. Misschien moeten we eens ophouden met al die onderwijsvernieuwingen die niets positiefs hebben opgeleverd. En
Dus kijken waarom ons onderwijs het aanvankelijk wel zo goed deed. Nou, het CDA heeft gelobbyd hè, om in het onderwijs wat voor elkaar te krijgen. Die meneer van die met dat bedrijf met die schoolborden, onder andere. En die cursussen voor directeuren. Oh, daar weet ik allemaal niks van. Ja, dat had de correspondent volgens mij uitgezocht. Nee, Follow the Money was het. Dat had het uitgezocht. Oh, dat was die man van die boeken, van die schoolboeken. Ja. Die man die multimiljonair geworden is van dat schoolboekenbesluit. En dat ineens allemaal gratis zou worden verstrekt. Ja. En die wilde dus Wopke bij het CDA, niet Hugo. Oh, ja, ik ben bang dat er zakelijke achtergronden zijn bij dit soort van besluit. Maar goed, ik weet het niet. Voorspellingen zijn lastig, zeker ten aanzien van de politiek. Het kan plotseling heel anders uitpakken. Wie had gedacht dat Biden in de Verenigde Staten zo'n initiatiefrijke president zou zijn? Of althans een zo initiatiefrijke staf heeft en die de ruimte geeft om te doen wat ze tot op heden hebben gedaan. Even afwachten natuurlijk hoe positief dat tenslotte allemaal uit zal werken. Dat weten we niet. Ook in Amerika is de toestand onzeker. Eén enkele senaatszetel flipt en ze zijn weer terug bij de totale blokkade waar de Republikeinen meesters in zijn. Dus ik hoop van harte dat Rutte denkt, oké, het is de laatste keer, laten we er het allerbeste van maken. Maar echt veel hoop heb ik niet. Nee, ik denk wel dat het is wel een man die de boel bij elkaar weet te houden. Ik denk niet dat hij... Ja, dat is fijn om de boel bij elkaar te hebben. In Nederland blijft de boel sowieso wel bij elkaar. Maar hij gaat niet vallen, denk ik. Nu niet. Nee, dat kan niet meer. Nee, maar straks ook niet. Het is wel iemand die heel... Dat heb je gezien de afgelopen jaar. Is het natuurlijk nu over dat de toeslagen... Maar dat komt niet dan. Nou ja, ik begrijp dat de deskundigen ervan overtuigd zijn... dat Rutte 4 niet het eeuwige leven zal hebben. Oké. En wat is dan de reden daarvan? Ja, dat is zeker instabiliteit. Omdat mensen natuurlijk toch hebben aangegeven... De politiek heeft aangegeven dat Rutte's halfwaardetijd, hoe heet dat, hij is over de termijn. Hmm. Nou zegt dat bij de yoghurt niks en misschien ook bij Rutte ook niet. Yoghurt staat ook altijd, en dan denk je, god, het is al voorbij de melk wordt zuur. Ja, de bewaartijd. De melk wordt zuur, maar yoghurt kun je ook rustig een maand laten staan, dan kun je het nog steeds opeten. Hè? Ja, exact. Hey, nog even één ding over die bank en de kredietcrisis. Daar hadden we ook nog het DSB. Kun je dat nog herinneren? Met die meneer die met die grijze... Ja, Dirk Scheringa. Ja. Ja, god, dat is een heel pijnlijk chapitre natuurlijk. Omdat een aantal prominente politici zich door Dirk Scheringa heeft laten omkopen. Om die min of meer shady bank, om die mede te runnen. Denk aan onze eeuwige minister van Financiën. Kijk, ik word nu vanavond volledig geblokkeerd... Onze lachende minister van Financiën. Gerrit Salm, ja. Want die andere, ik weet geen enkele naam meer. Ook zo'n VVD, zo'n brave jongen. Die was ook. Die heeft 3 maanden bij de DSB gewerkt. En toen zei hij, ja, dit is een verdienmodel waar ik niet mee kan leven. En die is vertrokken. Dat is niet Jan Kees de Jager? Nee, die is van het CDA. Nee, deze jongen die was minister van Defensie geweest. VVD'er. Dat weet ik niet meer. Ja, het is wel... We zitten hier wel te klunzen, zeg. Jongen. Mensen schakelen in omdat ze denken van Rossum gaat wel eens even vertellen hoe dat allemaal was. Ja, ik heb wel verteld hoe het allemaal was natuurlijk. Alleen de namen ben ik er een beetje bij vergeten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dit weet ik ook niet meer. Het fijne natuurlijk is van een dergelijke podcast. Dat nu zijn we dadelijk klaar met de podcast. En dan zetten ze hem uit thuis. En dan gaan we ze even opzoeken. God, hoe zat het ook alweer? Welke VVD'er gingen even bij de DSB werken. Maar zijn na enige tijd. Hier klopt iets niet. Nou, dat bleek. Er klopte ontzettend veel niet bij de DSB. Het waren hele rare verdienmodellen in allerlei opzichten. Alleen is het natuurlijk jammer dat leuke museum wat hij gebouwd had, dat dus in feite nooit gebruikt is. Nee, hij zat ook in de kunst. Omdat die kunstcollectie, daar is al heel snel beslag op gelegd. Ja. Overigens, er is nu, dat is wel leuk, er is een groep ontstaan op Telegram. Dat is een soort van WhatsApp, maar dan van de Russen. En daar zitten dus ruim 500 mensen die naar deze podcast luisteren om in die groep, dus het lijkt op WhatsApp, maar het is net wat anders, door te praten over wat jij allemaal vertelt.
Nou ja, dan hebben ze denk ik, nu hebben ze werk voor een week om al die mensen op te zoeken. Waar ik ongelukkigerwijs net even niet op kon komen. Ja. Dus er zijn ook, we zullen het linkje in de beschrijving zetten. Maar mensen die, nu de laatste discussie, ik had van net even gekeken voordat we begonnen. Hoe je Vikingen uitspreekt. Dat was de laatste vraag die in die groep. Is het Vikingen of Vikingen? Ik heb geen flauw idee, moet ik zeggen. weten we niet hoe de Vikingen het zelf hebben uitgesproken? Nee, dat was dus de vraag die ze stelden. Maar ja, ik heb geen idee, ik weet het niet. Nee, we hebben het al gehad over Roosevelt, Roosevelt. Engels zou zijn Roosevelt, maar de Roosevelts waren zelf nogal gesteld op hun Nederlandse herkomst. Dus die zeiden zelf Roosevelt. Ja. En nu was er geloof ik, moet je zeggen, Jeff Bezos of Jeff Bezos, dat is me ook niet duidelijk. Moeten we niet iets zeggen over die volkomen halfgare ruimtereizen van die miljardairs? Heb je gezegd al vorige keer? Oh, dat heb ik al gezegd. Nou, dat is ook dat je denkt van, is dit voor waanzinnige wereld? Ja, het zijn gewoon jongens van een jaar of 16 die tot hun eigen verbijstering zo ontzettend veel geld hebben verdiend dat ze een eigen raketje kunnen bouwen. Waarbij de indruk wordt gewekt natuurlijk dat ze in no time onder leiding van deze miljardairs het planetenstelsel zullen verlaten. Niet waar voor een Star Wars trip naar vreemde constellaties. Dat is allemaal lulkoek. Misschien moet ik het nog eens uitleggen, maar we zouden technisch kunnen we in principe naar Mars. Met heel erg veel moeite zouden we ook wel weer terug kunnen waarschijnlijk. Maar dat is een hele lastige klus. Vandaar dacht ik dat de eerste reizigers ook moeten beloven dat ze niet meer terug willen. Of kunnen of moeten. En dan is het klaar. Ook, je moet niet in de buurt van Jupiter komen. Dat heeft produceert gigantisch hoeveel de levensgevaarlijke straling. We hebben niks te zoeken. De grenzen van het zonnestelsel, zelfs bij enorme hoge snelheden, daar ben je al jaren onder de pannen voordat je aan de grens van het zonnestelsel komt. Mensen moeten zich eens verdiepen in de afstanden. Ja, je weet hoe dat gaat in de film Star Wars, hè, want dan gaan ze naar warp speed. Ze drukken op een soort knop, hè, dezelfde knop dat bij een auto de airco aangaat. En dan zie je allemaal witte stralen en dan zijn ze plotseling, zijn ze dus honderden miljoenen lichtjaren verder. Hoe dat precies gaat, wordt ook vanzelfsprekend niet uitgelegd. Dat is duidelijk. Wordt ook nooit uitgelegd waarom ze toevallig niet midden in een zwart gat terechtkomen. Want ja, hoe bepaal je je koers in godsnaam? Oh, nou, het is allemaal flauwekul natuurlijk, dat weten we allemaal. Nee, bemande ruimtevaart is onzin. Ja. De mens is eigenlijk een hele grote zak met water. En die is volledig gebouwd op 1G, namelijk de aantrekkingskracht van de aarde waarop wij wonen. Daarvoor zijn we ontworpen door de evolutie. Want met ontwerp heb je toch weer het idee dat die man met die grote baard aan de keukentafel de zaak in elkaar geknutseld heeft. Met speciale hemel-Lego. Het is wonderbaarlijk wat mensen van Lego kunnen maken. Dus wie weet bestaat onze planeet ook uit Lego-steentjes. Maar moeten we het alleen nog even ontdekken. Het zit er gewoon helemaal niet in. Het is enorm kostbaar, bemande ruimtevaart. Bemande ruimtevaart is ongeveer 10 keer zo duur als niet bemande ruimtevaart. Ook die dingen die we afgeschoten hebben, die diverse satellieten die het zonnestelsel verkennen en verkend hebben ook. Dat is kostbaar, maar dat is goed te doen. En we weten hoe succesvol die Marsverkenners zijn. Waarom we in godsnaam nog kennissen van Bezos en dan die ontzettend vervelende Engelsman. Branson. Ja, met die Branson. Waarom we die ook op Mars? Nou, misschien kunnen ze met z'n allen naar Mars met een combi-raket en dan niet meer terug. Daar zou de mensheid enorm mee geholpen zijn, naar mijn gevoel. Ja, een steekhoudend argument was wel, moeten deze miljardairs niet het geld stoppen in het redden van de aarde, in plaats van met die raketten de aarde van veilen? Het redden van de aarde klinkt ook alweer zo. Ja, dat klopt. En het is ook heel vervuilend. Wordt er net gedaan alsof het ruimtevaart is, maar alle drie, voor alle drie geldt dat ze in feite gewoon aan de alleruiterste grenzen van de dampkring zijn geweest. Ja, dat klopt. Waar je dan net ziet dat de aarde zo'n boog vertoont. Mag ik ook de Vereniging voor de Platte Aarde oproepen deze foto's nog eens nader te bestuderen. Dat moet ik u zeggen, zou ik wel op prijs stellen. Als die klote raketten van die miljardairs nou toch omhoog moeten, misschien kunnen ze de Vereniging voor de Platte Aarde, kunnen ze daar de voorzitter van uitnodigen, zodat hij dan ook eens ziet dat hij niet plat is. Dat zou natuurlijk toch wel een leuk ideetje zijn. Dat je proefondervindelijk, kijkt u eens naar buiten, wat ziet u?
En nou niet dat die plat is, dat zie je echt niet. Nee, dat is een goed idee. Mooi voorstel. Hey, we moeten even kijken wat we hebben. Moeten we nog die kabinetten Rutte uitgebreider doen de volgende keer? Nee, we sluiten het hierop af. We hebben er nou genoeg kritiek op gehad. Met name Rutte 2 is een drama, anders zou ik het niet willen zeggen. Dat heeft mij genezen van mijn niet zwevende kiezer zijn. Nu ben ik zwevende kiezer geworden. Ongelukkig hoor, ik voel me er heel ongelukkig bij. Ik had veel liever PvdA-kiezer gebleven. Maar ja, de PvdA heeft het naar mijn idee lelijk verbruikt. Ik denk niet dus dat ze in een nieuw kabinet zullen komen. Dus ze hebben ook niet de kans om het wat beter te doen. Het is zeer de vraag of zij zich ook op de lange termijn structureel zullen weten terug te vechten in het Nederlandse politieke landschap. Dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar ja, ook hier geldt eigen schuld, dikke bult. Hè? Ja. Dat ze gereduceerd zijn tot een mini-partijtje, 9 zetels. Dat hebben ze volledig aan zichzelf te danken. Anders is het niet. Ik voel me daar heel ongelukkig bij. Vooral ook omdat ik natuurlijk lijstduwer was van, beide verkiezingen. Die, niet dat dat van enig belang is, maar daardoor voel ik mijzelf wel wat extra ongelukkig. Mijn excuses voor het feit dat mijn geheugen mij op meerdere essentiële kardinale punten in de steek liet. Maar dames en heren, ik weet niet of u het zich realiseerde. Ik ben 77 op weg naar de 78. Het is nog een godswonder dat ik min of meer coherent uit mijn woorden kan komen. Bij deze, waarvan ook een soort van disclaimertje is dit. Oké, nou tot de volgende keer.